zijn hier samengekomen om luisterverhalen, gidstoer voor de Zoo Antwerpen in te lezen. Ik heb een band met de Zoo en die band met de Zoo is dat ik daar heel graag kom. Ik hou heel hard van dieren. Op de gewone dagen, wanneer dat kinderen naar school gaan, vind ik het daar heel gezellig, heel rustig en kan ik een beetje tot mezelf komen. En dan zit ik heel graag op savanne, tussen de vogels, de vlindertuin. Ik bereid me nooit echt heel hard voor inleessessies. Ik ontdek meestal op het moment zelf waar dat alles te doen is en hoe dat het in elkaar zit. Hij wil de investeerders overtuigen om de allereerste dierentuin in België mee op poten te zetten. Het is vergelijkbaar met acteren in die zin dat je moet wel een verhaal kunnen vertellen. Het is zaaks dat je daar toch een soort van verhaal in vindt. Een zoo uitbouwen in het midden van Antwerpen, dat was in die periode ondenkbaar. Als je het gewoon à blanc voorleest, dan denk ik niet dat luisteraars nog mee kunnen zijn ofzo. Dus het is wel een kwestie van dat een beetje te vertellen. En in die optiek is het gelijkaardig aan acteren. Ja. Ze gaan heel veel kunnen bijleren. Net zoals in een museum kunnen zij dan gewoon van punt naar punt gaan. U kunt deze verhalen terugvinden op het gratis digitale platform Mijn Zoo. En ik zou zo zeggen, veel luistergenoten.